Dit programma wordt u aangeboden door Leibrand Telecom. Ik zit hier bij Van der Kwaak evenement en er zijn hier oldtimers van minimaal 35 jaar oud. Ik kan ze allemaal bezichtigen en ik ga even een kijkje nemen. Hey, ik zie hier allemaal oldtimer trucks staan. Waar zijn we eigenlijk? We zijn nu bij Van der Kwaak in Hillegom. En wat van ons een passie is en een hobby, dat is oldtimer. Vandaar de auto waar we nu zo'n beetje bij staan. Ook van vroeger collega Berbé. Ja, en dat is een speciale hobby van me, dat we hebben deze auto's min of meer gerestaureerd. En we zijn lid van enkele clubs, dus een hele grote vriendenkring opgebouwd. En dat is nu bij Van der Kwaak. En wat je ook elders in het land hebt, in Brabant of de Achterhoek of noem maar op. En dit jaar, want 3 jaar terug hebben wij het ook gedaan. En dit jaar heb ik met Elsa gesproken, we doen het nog een keer. En we doen het eigenlijk met een kleine 100 vrachtauto's. Dat ik gisteravond dacht bij mijn eigen, ik denk, oei, er komen er nou zo wel achter elkaar vanmorgen, waar moet ik ze kwijt? Maar goed, het is allemaal gelukt. Het weer zit mee, de mensen hebben het naar de zin. Er is een hoop activiteit in en om Hillegom. Wat ik vanmorgen in mijn praatje uitgelegd heb, ja, ik geloof dat het heel leuk aan het lukken is. En ik ben zelf een type, ik ben ontzettend, hoe moet ik het zeggen, gek van oude rommel. Alles wat oud is, schitterend, oude huizen, alles, gereedschappen. En zo is dat ontsprongen, geboren, dus het echt het oude gebeuren. Is er heel veel moeite om zo'n waag te onderhouden of valt het wel mee? Nou, als je zelf een beetje technisch bent, natuurlijk. Je moet A, de tijd ervoor hebben. Financieel is natuurlijk ook een heel belangrijk plaatje. En ja, als er passie is en veel moet je maken. Sommige dingen moet je zelf maken of er is weer iemand, een collega. Bijvoorbeeld de koppakkingen voor deze auto. Die zijn door een oud monteur uit Berkel via gelaserd uit plaatstaal. Omdat het de modificatie van de motor was. Er moesten toen stalen koppakkingen, maar die pak je niet meer uit de schappen. Dus. En wie staat op nummer 1? De vrachtwagen of de vrouw? Dat vind ik natuurlijk een mooie vraag en dat die wordt heel veel gesteld, maar dat is natuurlijk mijn meisje, mijn vrouw. Het staat volgens mij bij uw grote trots, klopt dat? Inderdaad, ja. Dat is mijn grote trots. Dit heeft u zelf gemaakt of gebouwd? Nee, ik heb de trekker die hebben zelf gerestaureerd. Hebben we eerst aangeschaft als gewone oude trekker. Hebben we 3 jaar over gedaan te restaureren. En wat erop staat, achterop, dat hebben we zelf gebouwd. Maar het is best een dure hobby, of niet? Nou, dat valt wel mee. Ik heb een goede sponsor. Oh, kijk, dat heeft helemaal goed gedaan. Dat is de sponsor hier. Mevrouw, u bent de sponsor, hoorde ik. Volgens hem dan. En heeft u zelf ook de liefde voor vrachtwagens? Ja, ik heb ook een rijbewijs, dus we rijden samen. En je rijdt wel eens gewoon, waar gaat u het liefst naartoe? Dan van die evenementen zo. Dat is leuk, gezellig, onder elkaar. Dan zie je iedereen weer eens. Ja, bij die ritjes rijden is ook heel mooi. Deze is van Leegwater uit Noord-Schouwoude. Die hebben zo ook naar Joegoslavië met zo'n auto gereden. Zo is het transport tot ontwikkeling gekomen. En hier zie je Mercedes staan van 100 pk. Daar ging een aanhangwagen achter en dan gingen ze gerust. Deze meneer kan het zelfs beamen. Dan gingen ze met 16 ton misschien wel dik Duitsland in. Maar niemand ging er hard. En nu is het alleen maar zzz. Tenminste, als ze mag rijden, want meestal leggen ze op de nest, want ze mag er niks meer. Maar dat is niet de chauffeur kwalijk te nemen. Maar daarom, deze tijd zou voor mij niks meer zijn. Want ik zou de hele dag ruzie hebben met politie, hogere instanties. Waarom? Je wil je werk doen. Je bent een dienstverlenend bedrijf, daar wil je voor zijn. En je wordt geremd, gaat niet meer. Ja, en dat kon met dat wel, want je had de tijd. En dingen vind ik wel goed over rust en rij- en rusttijd. Maar de rusttijd gaat het overtreffen, dat vind ik jammer. En op tijden dat je wat kan doen. En want ze staan smiddags al stil, omdat ze er uren vol gereden hebben. Het komt niet meer uit. Meneer Kok, meneer ja. Wim had ik gelijk. Met de Mercedes die met aanhangwagen. Ja. Dik 16, 17 ton. Ja. En dan kruipt het in Duitsland de Wiebach uit. Dan kon je het lopend bijhouden. Ja. Wij hebben hier heel veel trucks gezien. Ik heb een lift geregeld, dus ik ga er vandoor.
Dit programma wordt u aangeboden door Leibrand Telecom.